Het was een stuk of 40 meeuwen hebben we achterin de auto ingeladen vandaag. We doen eerst de bovenkant open en dan trekken we deze eruit. Ja? En ze komen hier uit de omgeving, dus Haarlem, IJmuiden en de omgevende gemeentes. De meeste komen echt wel uit Haarlem en IJmuiden. Ja, dit is waar we het voor doen. Hier hebben ze al die tijd voor verzorgd. Van soms hele kleine kuikentjes tot de volwassen meeuwen die ze nu zijn. Ik had verwacht dat het sneller ging. Ja, die jonkies die kennen het strand natuurlijk nog niet. Dus die blijven eigenlijk altijd een beetje achter in die auto zitten. Een beetje de kat uit de boom kijken, wat gebeurt er? En de meeuwen die eruit kwamen, die vlogen gelijk weg. Dus dan hebben ze ook niet de neiging van ik ga erbij zitten. Als er een aantal voor de auto op de grond komen, dan gaan ze er wat sneller uit. De rest ook, kom maar. Ja, het moet wel op tijd terug zijn. Maar ja, met een klein beetje overtuigingskracht zijn er uiteindelijk allemaal netjes uitgevlogen. Ze zitten nu allemaal lekker in de branding langs de zeekant. Dat is heel geweldig om te zien. Is het dan ook dat die stadsvogels nu voor het eerst het strand zien? Ja, die kleintjes die komen nu echt voor het eerst op het strand. Daarom vinden ze het ook wat enger om die auto uit te komen. Dus je ziet ook dat ze dan onwennig zijn met het zand onder de pootjes. Hoe voelt dat? Dat is toch net weer wat anders dan de houtsnippers waar ze bij ons op gezeten hebben in de foyer. Je ziet hoe ze hier aan het leven zijn op het strand. Omgaan met die wind, alle schelpjes die ze vinden. Het is net een klein klasje kleuters wat je hier lekker loslaat op het strand om te spelen. En dat ziet er gewoon heel erg leuk uit. Heb je dit shirt speciaal aangetrokken vandaag? Ja, je gaat meeuwen loslaten, dus dan moet je er wel voor gekleed zijn.